Volgende week zaterdag zal op het Centercourt op Rotterdam-Katendrecht de eerste bal worden geslagen. Maar liefst 40 vrachtwagens rijden vandaag en morgen af en aan om het wedstrijdveld en de drie trainingsvelden aan te leggen. Nou, we begonnen met de betonbakken, zand eroverheen. En woensdag, donderdag beginnen we met de tribune daaromheen op te bouwen. En dan, dit wordt het Centercourt, hè? Dit wordt het Centercourt, ja. Ja. Hoeveel mensen kunnen hier straks zitten? Ruim 2100. En WK-zand is natuurlijk geen gewoon zand dat je normaal in de zandbak gooit. Normaal gesproken heb je in je zandbak heb je zand. Dat als je daar een balletje van maakt of een kasteel van maakt, dan blijft het mooi in elkaar. Maar dit zand, dat valt uit elkaar. En dat is precies wat een beachvolleyballer wil. Want als die in een zandbak valt, dan moet het lekker zacht zijn. Anders krijg je blessures, doet het gewoon pijn. Ja. Dat wil je natuurlijk niet. Dagelijks zijn tussen de 6 en 12 wedstrijden te zien. Maar rond de wedstrijden is ook een heel programma samengesteld om het evenement aantrekkelijk te maken voor het publiek. Iedere morgen komen tussen 750 en 1000 kinderen die daar starten met een clinicje, gaan in het stadion de wedstrijd kijken en vervolgens krijgen ze een rondleiding op het schip. In totaal doen 48 vrouwen en 48 mannenteams mee aan het WK. Voor de halve finales en finales moet je helaas naar een andere speelstad, namelijk Den Haag. Na het toernooi moet de pier bij de SS Rotterdam natuurlijk weer worden schoongeveegd. En dat is nog een behoorlijk klusje. Eigenlijk is het opruimen nog moeilijker dan het aanbrengen. Want het aanbrengen is gewoon keepen en netjes uitvlakken. Maar als je het op moet ruimen, dan moet je ook het asfalt weer netjes houden. Je moet de stoepbandjes moet je rekening mee houden. Dus dat is vaak uitdagender dan het neerleggen. Maar eerst dus hopelijk een succesvol toernooi. Aan het zand zal het niet liggen.